Zijn de ondeugende mannen omgetoverd tot brave schooljongens? Nee, absoluut niet. Nee, dat weet ik niet. Wat is er aan de hand? We hebben een stropdas om. We gaan netjes vandaag. We hebben een stropdas om en we dachten van, we zijn in Heerenveen. Dan moet je je netjes gedragen. Wij dachten, we doen een stropdas om. Onze volgende single is de nieuwe single. Is met verkeerde been, met goede been, het verkeerde bed. Hey, dat is het mooie van Frumgaan. Daar wordt nooit over gepraat. Dus elke vraag die je stelt, die beantwoorden gewoon niet. En één is het probleem wat je hebt, is einde van een feestweek het bordje in de tuin van de woning is te koop. Onze Arnold die is net getrouwd. Nou, volgende week is het feest in Assen. Nou, dan gaat hij ook even kijken of dat huwelijk. En dus ook de eerste TT hebben we overleefd. Nou ja, dan gaan we op naar volgend jaar. Hè? En onze nieuwe single die, dat is van het album X. Dat is X staat voor het Romeins nummer 10. Het gaat net op het randje, maar er niet overheen. En het gaat gewoon een beetje over vreemdgaan. En dat is het mooie van vreemdgaan. Daar wordt niet over gepraat. Iedereen weet ervan, maar niemand die iets vertellen kan. Dus dat is het mooie van deze single. Ik bedoel het feest dat wij zelf gaan organiseren? Met het Drents Jeugdorkest. Ja, dat wordt een spektakel in november. En dan, dat is wel uniek. Mooi werk op notenschrift. Wie had dat kunnen bedenken? Wij zelf niet, wij eten alleen maar noten. Dus, dat wordt heel spektakel, heel mooi. Wat dat. Wie heeft het bedacht? Het was een initiatief van onze manager. En die stelde daarvoor, daar keek weer eens een beetje een vreemd ding aan. En toen in één keer hebben we kennis gemaakt met het Drents Jeugdorkest. We zijn er één dag bezig repeteren. En dat is kippenvel momentje. En dat kan ik iedereen aanraken. Dat wordt een unieke gebeurtenis. Daar moet je gewoon bij zijn.